Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Fietstochtje door het pittoreske Kuik ben ik aangekomen op het Merlet College. Nou, de leerlingen zitten er al klaar voor. Alleen nog even die fietsstallen. 2A, kom er eens bij. Ja, want voor we gaan beginnen, nog wel even de vakken trekken. Prachtig rond. Haren mooi in de gel zie ik allemaal. Wie heeft er allemaal gel in, jongens? Ja, goed voorbereid, goed. Dat is al het halve werk natuurlijk, hè? Kai, jij krijgt van mij de A van... Dankjewel. Van 2A. Van 2A. Zo simpel is het. 2A! 2A! Volgens mij hebben ze er zelf ook niet van verstaan. Nou ja, volgende klas. Zo. Nou, blijf je staan, hè? Oké. Leo! De B van? De Bijl. Mijn achternaam is De Bijl. Meneer De Bijl! Met de B. En voor de perfecte hoek. Zo, applausje voor Dennis! Ik heb hier voor jou. Een bordje, ja. De C. Wat is onze Jel? Jel. Makkelijker kunnen we niet maken. Op naar vraag 1. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Merlet College, zijn we nog een beetje klaar voor? Ja! Zijn we er klaar voor? Ja! Oké. Vraag 1. Even om in te komen. Ik denk... Een simpele vraag. Wie heeft er wereldwijd de meeste volgers op Twitter? Antwoord A, Justin Bieber. Hè? Antwoord B, Barack Obama. Of antwoord C, Katy Perry. De tijd gaat nu in. En stop. Bijna het hele rode vak is van A helemaal naar C gelopen. Wil ik toch even van je weten. Oh. Waarom zijn jullie nou met z'n allen als een kudde olifanten achter elkaar gestormd naar C? Geen idee. Geen idee. Wat dacht jij zelf? Je dacht Katy Perry? Ja. Of Justin Bieber. Te twijfelen. Ja? Ja. Is wel leuker eigenlijk, hè? Nee. Nee? Nee. Oh. Oké. Lieve leerlingen. Luister en huiver. Want het goede antwoord... moest zijn... Antwoord C! Katy Perry! Jongens, soms kom je er gewoon echt niet uit tijdens het maken van je huiswerk. Heb jij dat wel eens? Soms. Ja, dat is lastig, hè? Help. Maar ja, dan kun je natuurlijk een bron raadplegen. Waar gaan jullie nou het meeste naartoe als je een vraag hebt over het huiswerk? Doe je dat? Bij antwoord A. Bij Kai. Op informatieve websites. Op het internet. Of zeg je, nee, Leo, antwoord B, je moeder. Gewoon even aan de moeder vragen. Of denk je, nee, ik ga even op YouTube een informatief filmpje kijken om erachter te komen hoe ik het moet oplossen. De tijd gaat nu in. Kijk, we gaan opeens rondrennen. Vak C loopt ook helemaal leeg. Dennis blijft helemaal in zijn eentje achter. Rick? Ja. Als jij er nou echt niet uitkomt met je huiswerk, ja. Wat doe je dan? Nou, dan vraag ik het aan mijn moeder. Hoe heet jouw moeder? Jolanda. Jolanda? Ja. Hey, waar helpt je moeder mee? Wiskunde meestal. Wiskunde. Wat vind je moeilijk? Ja, alles. Alles van wiskunde. Ja. Leo, kom eens. Ja. Kunnen ze vinden het behoorlijk moeilijk. En ze hoort het ook. En ze hoort het ook, zeg jij? Ja, je moet goed nadenken bij dat vak. En dat moeten ze leren. Kijk, daar moeten ze naar... En logisch naar redeneren. En als je niet weet, aan je moeder vragen natuurlijk. Oké. En dit is onderzocht. En het zal jullie wellicht choqueren, jongens. Maar
4% gaat naar informatieve websites toe om informatie te zoeken. 2% die kijkt een tutorial of een YouTube filmpje. En maar liefst 37% zegt mama! Even aan mijn moeder vragen. Nou, we zijn nog over met 5 jongens. We ronden van Team Groen, Tijn. Ja. Tijn, je voelt erbij al hangen, denk ik, hè? Ja, ik heb niet veel kans. Nee, ik denk het ook niet. Ja, we winnen toch altijd. Hoe dan? We gaan met 2 band bij hem staan en de rest gaat in de andere vakken staan. Easy. Easy, easy. Ja, easy. Nou, dat wordt een hele spannende laatste vraag. Weet je, jongens, ik ga hem gelijk maar even stellen. Okay. Hoe oud is de gemiddelde gamer? Is dat antwoord A? Die weten wij. Tussen de 30 en de 35 jaar? Huh? Antwoord B? Tussen de 20 en de 25 jaar? Of antwoord C, tussen de 10 en de 15 jaar. Nou jongens, de tijd gaat nu in. Oké, ik ga C, let maar. Hallo. Ik niet kunnen. Ja, het is eigenlijk al een gewonnen race, want rood staat op alle vakken. Maar het goede antwoord moest toch zijn... Antwoord A! Rood is door naar de volgende ronde! Ja, en dat is toch verrassend, hè? Je zou denken, nou, de gemiddelde gamer is wel jonger. Maar niks is minder waar. De mannen tussen de 30 en de 35, die houden wel van een spelletje. Jaar. Dat is de leeftijd van de gemiddelde gamer. Ik dacht persoonlijk dat deze best wel lager zou liggen. Ook blijkt uit onderzoek dat de minste mensen gamen onder de 18 jaar. Gevolgd door de 50-plussers met 26%. En de absolute top zit toch echt in de leeftijdscategorie tussen de 18 en de 40 jaar. En toen ik toch een beetje aan het googelen was, kwam ik erachter dat van de gamers 40% vrouw is. En helemaal leuk, 80% van de hoofdgebruikers van de Wii is, jawel, vrouw. Dus wie zegt dat vrouwen nooit gamen? Of het kunnen is een tweede. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Nou, het is eigenlijk heel simpel gegaan. Team Rood heeft gewoon een hele slimme tactiek bedacht. En zo zitten we met z'n allen in de tweede ronde. En jongens, de tijd gaat in. Oh, er gaan er wel 2 rennen. Je mag gaan rennen als je wil. Je moet ook in het lokaal zijn met z'n allen. Dan kun je sowieso niks doen als je niet in het lokaal bent. En stop de tijd! Stop! Wie is Remco? Remco! Ja, Remco. Kom dus bij Remco. Welke hashtag werd in 2015 in Nederland het allermeest gebruikt op Twitter? Ja. Hashtag vacature. Dat is het goede antwoord. Applaus voor jou. Ja, en alsjeblieft, die is voor jou. Dankjewel. Maar ja, hashtag vacature, hashtag jobs, daar wordt al veel op gezocht. Je hebt hem nog niet nodig, hè? Nee, nog niet. Feitjes, weetjes, leuk of totaal niet relevant, ik zoek ze voor je op. Zo wist je natuurlijk wel dat Twitter en tweeten chilpen betekent, maar wist je ook wat de eerste naam was van Twitter? Twitter, dus zonder de i. Probeer maar even. Twitter. Dat is niet te doen. Ik denk ook dat dat de reden is waarom er uiteindelijk een i tussen is geplaatst. Ook hadden ze een andere naam bedacht en dat was Friendstalker. Friendstalker. Dat is wel uit te spreken, maar gezellig klinkt het niet. Ook over Twitter, maar iets totaal anders. In 2009 werd er voor het allereerst iemand veroordeeld voor hetgene wat hij plaatste op sociale media. Een man uit Oklahoma plaatste namelijk een dreigtweet waarbij hij verkondigde dat hij een politieagent zijn hoofd zou afhakken. Voor dit dreigement kreeg hij een celstraf van 8 maanden. En ook in Nederland is het verboden en strafbaar om een dreigtweet of een ander dreigement op sociale media te plaatsen. We verdelen de klas in 2 teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Maar laat college Kuik, laat je horen! Ja! En vanuit nu nog het muzieklokaal hier, de derde ronde van de Media Battle. Ja, niet voor lang, want over een jaar dan gaan ze verhuizen. Ze krijgen een splinternieuwe school. En wij gaan nog even ronde 3 spelen. Hey Rochelle, ja? Als jij een berichtje verstuurt, hè? Waarmee doe je dat dan? WhatsApp. Ja? En jij? Ook WhatsApp. Ook WhatsApp. En jij? Ik ook. En mannen, is dat bij jullie anders? Facebook Messenger toevallig? Nee. Maar soms sms ik mijn moeder wel. Dus. Dat wel? Ja. Maar over het algemeen? Ja, dan WhatsApp, ja. Dan WhatsApp. Oké. Okay. Ja, weet je wat nou schijnt?
WhatsApp is inderdaad gewoon de populairste berichtenapp van tegenwoordig. Maar de grap is, de oudere jongeren, hè, de millennials, die zijn dus voor 2000 geboren, die gebruiken dus meer Facebook Messenger dan WhatsApp. Dat is opmerkelijk, toch? Natuurlijk zijn er nog een heleboel meer berichtenapps. En daar gaat de vraag ook over. Want wat waren, naast Facebook Messenger en WhatsApp, de meest populaire berichtenapps van 2015? En ik wilde van jullie drie horen. De tijd gaat nu in. Oh, dit is interessant. Hier wordt in het Engels gezocht. Rick, waarom zoek je in het Engels? Dat omdat je dan meer zoekresultaten krijgt. Hé, hij weet hoe hij moet opzoeken. Heel goed. Ja. We mogen met elkaar overleggen, hè? Help elkaar. Ze hebben hier al een hele cirkeldiagram op het beeld staan. Ja, oké, stop de tijd. Oké. Ik wil van jullie drie populaire berichten-apps horen uit 2015. QQ Mobile. QQ Mobile. WeChat. Mm-hmm. En Skype. En dat is het goede antwoord. Punt voor jullie erbij. Zit je veel op social media? Ja. Ja? En wat doe je dan? Instagram, Snapchat. Oké. En krijg je ook wel eens bijvoorbeeld een verzoek van iemand die je helemaal niet kent? Soms, maar meestal achteraf is dat toch wel iemand van school. Oké. Hey, en wat zou je dan doen als je een verzoek krijgt van iemand die je niet kent? Zou je hem dan accepteren of ga je dan toch even uitzoeken wie het precies is? Weigeren? Ja, ja. Waarom dan? Ja, als ik diegene niet ken, dan weet ik ook niet wat hij wil doen of zo. Ja, dat is op zich wel slim. En heb je het er ook met je ouders over bijvoorbeeld? Of doe je dat gewoon lekker helemaal zelf? Helemaal zelf. Hey jongens, even een hele andere vraag. Wie van jullie heeft er wel eens gehoord van sexting? Wie weet dat? Er wordt al even geginnegapt hierachter. Jordi! Ja, dat ben ik. Dat ben jij? Ja. Oh, je staat al naast me. Jordi, waarom lachen ze? Ja. Omdat het over seksualiteit gaat en ja, dat vinden ze waarschijnlijk grappig. Vinden ze grappig. Hey, en weet je, het lijkt misschien wel spannend, maar het kan ook heel risicovol zijn. Want stel je nou eens voor dat je een foto opstuurt of een filmpje en iemand anders wil er iets kwaads mee doen en die zet het bijvoorbeeld op internet. Nou, dan krijg je shame sexting. Dan ga je dus eigenlijk schamen voor hetgeen wat er dan voor jou op internet staat. En daar gaat de vraag over. Stel je nou voor dat je slachtoffer bent geworden van shame sexting. Waar moet je dan online naartoe om je te laten helpen? De tijd gaat nu in. Help elkaar, dames. Jullie staan erbij, maar je mag overleggen, je mag er helpen, je mag aanwijzen. Jongens, kom op. Hè. Als jullie het goede antwoord nu vinden, dan winnen jullie deze aflevering, hè? Is het niet de site? Ja, stop. Oké. Doe maar zo. www.mediawijzer.net. Dat is een hele goede site, maar is het niet. Dames. Zeg het maar. Helpwanted.nl. Helpwanted.nl? Ja. Dat is het goede antwoord! Hey, lekker meiden. Girl power! Zo, nou, het was een spannend wedstrijdje, jongens. En uiteindelijk is het gelijke stand en dat betekent een benaderingsvraag. Dus, ik stel je een vraag. Het team dat dadelijk het allerdichtst bij het antwoord zit, die wint deze media battle. Is dat duidelijk? Oké, luister goed. Hoeveel mensen in Nederland maken gebruik van Snapchat? En de tijd gaat nu in. Hoeveel mensen? Overleg met z'n allen. Dit is belangrijk voor de winst. Rick, je moet gaan schrijven. Je moet gaan schrijven. Schrijf in ieder geval iets op. 5, 4, 3, 2, 1. Stop de tijd. Oké, pennen neer. Jullie hebben 20. En het antwoord is? 1,9 miljoen. 1,9 miljoen gebruikers van Snapchat. En jij, wat hebben jullie opgeschreven? 1,7. 1,7 miljoen. Dat betekent, als het lager is dan 1,7 winnen jullie. Als het hoger is dan 1,9, dan winnen jullie. Het goede antwoord moest zijn 1.032.100 gebruikers. En dat betekent dat jullie de winnaars zijn. Oh, en de prijzen komen alweer aangevlogen. Kijk eens, alsjeblieft. Jullie krijgen allemaal een vette Bluetooth box. Ja, en volgende week natuurlijk weer een nieuwe school en een nieuwe media battle.
Maar vanuit Kuik, van het Merlet College, roepen wij met z'n allen... Houdoe!